Oroyari in Suriname wordt ook in 2021 anders gevierd dan normaal. Bedrijven die vuurwerk willen afschieten, moesten dat doen op eigen terrein. We stapten binnen bij Telesuur, die ook met haar personeel het jaar afsloot. Volgens Telesuur-directeur Mike Antonius moest de afsluiting aangepast plaatsvinden vanwege de COVID-maatregelen. Voor commercieel onderdirecteur Steven Chitrotaruno was het jaar 2021 heel enerverend. Maar het mag de pret niet drukken. We vieren hoe dan ook leuk oudjaar met elkaar. Natuurlijk met een achtneming van de COVID-protocollen. Wat is uw nieuwjaarsboodschap naar uw personeel en naar de rest van de samenleving toe? We gaan moeten leren leven met, COVID. Onogwe. Dus wij moeten manieren vinden om verantwoord verder te gaan in deze samenleving. Maar op Sawatra, dus op zo'n toegolf, er is eentje komende. Dus om zo te golf dat net komt, de vijfde golf, geen enkele golf. Nee, u heeft helemaal gelijk. Wat is nog uw nieuwjaarsboodschap naar het personeel en de rest van de samenleving toe? Nou, gezondheid voor ieder, daarmee begint het. En ja, wij hebben daarbij een verantwoordelijkheid. Mohana regels volgen. Kunnen we nog een golf komen horen? Echt, laten we daaraan meewerken. En we hebben ook een zodat iedereen gevaccineerd is. En we gewoon vrij en blij kunnen leven. Volgens Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van Telesuur, was het een heel uitdagend jaar. Grace Yard Hansen, innovatief onderdirecteur, meent dat het jaar 2021 een heel bijzonder jaar was voor iedereen in de samenleving. Technisch onderdirecteur Dore Kram Lakan zegt dat 2021 een jaar met veel ups en downs was, ook vanwege de COVID-19 situatie. We hebben heel wat zaken in bij Telesuur, zoals de koersproblematiek, hebben we kunnen oplossen uiteindelijk. Dat is heel belangrijk voor de continuïteit van de dienstverlening geweest. Dus per 1 november hebben we in principe mogen aanpassen tot, laten we zeggen, break-even. Dat is al een grote stap vooruit geweest, want daarvoor moesten we bijna 10 SRD op de dollar subsidiëren. Nou, je weet het, geen enkel bedrijf kan dat lang volhouden. Dat monteer je in op je reserve, zijn eigen vermogen. Dus gelukkig is dat ten einde. Dus die terugval is tot stand gebracht. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor het komend jaar. We gaan dus intensief uit eigen middelen ook kijken om naar de mogelijkheden om nog eens een paar duizend kilometer glasvezel aan te leggen. Wat de dienstverlening ontzettend ten goede zal komen. We hebben veel meegemaakt, we hebben veel geleerd, we hebben goede momenten gehad, we hebben minder goede momenten gehad. Maar belangrijk is elk moment gebruiken als een leermoment, zodat we verder kunnen gaan, weet je, met 2022. En wat is uw nieuwjaarsboodschap naar het personeel en ook naar de rest van de samenleving toe, want we zijn eenmaal live. Nou, ik zou aan de collega's zeker meegeven van blijf je inzetten. We doen het voor Telesuur, je doet het voor jezelf en je levert een bijdrage zo. En aan de samenleving, let goed op jezelf, stay safe, hou de Mohana-maatregelen intact, omdat we allemaal voor elkaar kunnen zorgen op een dergelijke manier. Als technisch directeur, hoe ziet 2022 eruit? 2022 valt projecten. Voor ons is belangrijk dat we een economisch stabiele situatie hebben, waardoor we sowieso meer uitbreidingen zullen hebben op netwerkniveau. We hebben wat enkele plannen die afgestemd zijn met de aandeelhouder. Zo, die dingen worden uitgezet. En als zolang er stabiliteit is, zullen we investeren in uitbreidingen van ons netwerk. De vooruitzichten voor 2022 zien er volgens de president-commissaris goed uit voor het telecommunicatiebedrijf Suriname.